Verombelikkend op de wedstrijd. GVC, je verliezen met 2-3. Freddy, hoe zit het weer om? Nou ja, dat we minimaal een punt verloren hebben, denk ik. Maar ja, goed, als je na 10 minuten al een rode kaart krijgt. Dan op slag van rust het idee hebt dat je nog een rode kaart krijgt. Maar dat die na de rust er ineens weer in mag. Omdat de scheidsrechter een fout maakt. Dan is het wel een hele rare wedstrijd. Ik denk dat wij waar we eigenlijk beide helften wel naar vermogen gespeeld hebben. Eerste helft moesten we eerst even orde op zaken stellen omdat we met 10 man speelden. En was eigenlijk alleen een tegenhouden. Ik denk tweede helft dat we ook gewoon gevoetbald hebben. We maken 2 goals. Krijgen helaas ook nog 2 tegen. Dus verlies je uiteindelijk met 2-3. Maar ik sta hier niet met het gevoel dat we een slechte wedstrijd gespeeld hebben. Nee, dat vond ik zelf ook net. Ik denk van, nooit die dat Guido eruit gaat, pak je hem de boel gauw op, Alex. Ja, dat vond ik ook. We hoefden niet heel veel te veranderen. We konden wel door in wat we gewend zijn te doen. Maar de jongens voerden dat goed uit. En we hebben ook niet heel veel, extreem veel kansen weggegeven. Zo. We hebben zelf ook nog een aantal goede kansen gecreëerd. En, ja, voor hetzelfde geld maken we hem nog 5 minuten voor tijd. Krijgen we nog 2 grote kansen. En, ja, als we iets rustiger zijn in de 16 meter, iets rustiger aan de bal, dan maak ik misschien nog een gelijkmaker. Ik krijg vlak na rust nog de kans van Niels, die ook erin mag. Dus we hebben echt de tweede helft zeker 4-5 goede kansen gehad. We hebben 2 keer gescoord. Hoe bizar is het dat je met een rest maar een skiers terug te praten gaat en het zeert krijgt naar de kaart en haar mooi er wat in. Hij is een soort wedstrijd spelen, hij is een soort coach. Volgens mij is dit nog nooit maar maken. Nou, dan weet je. Ik ga in de rust nooit naar de scheidsrechter. Maar hij gaf geel en toen gaf hij direct rood. En toen dacht ik van, ja, krijgt Chet nou direct rood voor nog weer commentaar? Dan moet hij 2e gele kaart krijgen. En toen ging ik in de rust naar hem toe. Ik zei, waar ben je mee bezig? Hij zei van, ja, hij heeft 2 gele kaarten gehad. Ik zei, je hebt maar 1 getoond. En hij zei, hij had al eerder 1 gehad. Ik zei, dan moet je in je boekje kijken. Ik zei, want dat was bij WVV nummer 11. Ik zei, niet bij ons. En toen keek hij in zijn boekje en zei, ja, sorry, je hebt gelijk. Dan moesten ze hem zelf in de rest ter boven spreken. Ja, als we niet naar hem toe gegaan waren, dan had hij waarschijnlijk Tjeerd gewoon de tweede helft niet gespeeld. Dus Tjeerd mocht er weer in. En op zich, we hebben een goede tweede helft gespeeld weer met 10 man tegen 11. Tweede helft was 2-2, maar ja, dat was niet genoeg. Nee, want dan de laatste goal dan Tjeerd, lullig. Ja, nou kijk, beide goals waren 2 afstandsschoten. De eerste was... was niet te houden, denk ik, voor over de tweede. Zat hij dichterbij, had hij misschien kunnen hebben. Maar ja, aan de andere kant, wij moeten ook gewoon nog zelf een derde goal maken. Dus we maken allemaal fouten. En als een keeper er net even niet goed bij zit, dan is het vaak een goal. Maar als de spits 3 kansen mist, dan is het geen goal. En dan hebben we het er na die tijd niet meer over. Dus we doen het als team. En we hebben ervoor gestreden. En we hadden, denk ik, een punt verdiend, maar niet gekregen. Petter krijgt niet in. Tjeerd krijgt zelf nog in. Dan ging ik nog een hat-trick maken. We zijn er eerst uitgestuurd. Hij is naar de kaart. En hij scoort. Ja, ik zei het op de bank nog. Ja, word je eruit gestuurd. En dan mag je er weer in. En dan maak je 2 goals. En dan is het nog net niet genoeg. Nou ja, dat is jammer. Maar ja. Het was een enerverende wedstrijd. Maar... Ja. Won een hechtepunt Alex en debutant. Sontje Jerge Jens van der Heijden 6-3. Echt een talent die erbij hem was? Ja, nou, sinds 1,5 maand of zo... traint Jens met ons mee. En hij laat het op trainen gewoon zien dat hij zeer talentvol is. En dat hij kwaliteiten heeft die wij ook wel missen in de selectie. Echt rustig aan de bal. En overzicht en coachen. En zelfs op die leeftijd al. Nou, het is hartstikke mooi. En mooi om zo'n jongen te kunnen laten debuteren. En mooi om zo'n jongen erbij te hebben voor de toekomst. Dan zoek Sander voor hem en in het tweede spelen hem waarom? Nou, Sander zit in een wat moeilijkere periode. Die heeft moeite om te scoren. Die heeft moeite om de bal onder controle te houden. En die moet even wat vertrouwen tanken. En ik hoop dat hij dat vanochtend al een beetje gedaan heeft. En woensdag gaan we weer trainen. En dan volgende week is er weer een kans ook voor Sander. Ja. Jesse Koldiek, die is er helemaal bij. Nee, maar Jesse is al een tijd niet meer bij. Die is gestopt. Waarom? Ja, die zit veel met zijn werk in het buitenland. En die kon dat niet allemaal meer bezetten. Dus die is al een tijdje gestopt. Hartstikke mooi in praten. Want ja, we hebben wel een functionele speler achterin.
Ja, nou, we hebben regelmatig wel contact gehad. En de laatste keer was via WhatsApp. Ik kreeg een WhatsApp van 60 regels. Is er een speler van GVC die al jaren in het eerste spelen die een trainer een WhatsApp gestuurd maar 60 regels, letters? Ja. Ja, zo gaat het. Ik denk, dat is de moeite, maar hij is dan net, want dat kind dan net. Nou, lekker. Jesse die doet veel met de Formule 1 en die is dus vaak weekends weg. En dus hij is in de periode van augustus tot nu, is hij bijna ieder weekend is die niet aanwezig. En zometeen is hij weer een periode, dan is hij er wel. En dan is hij vanaf maart tot eind seizoen is hij weer niet aanwezig. Dus ja, daar hebben we het over gehad, van ja, dan moet je misschien je eerst richten op tweede. En die jongen die... Hij zegt van ja, de vrije tijd die ik nu heb, die wil ik dan liever ergens anders aan besteden. Dus nee, daar hebben we het wel uitgebreid over gehad. En nou, het laatste contact wat we hadden was inderdaad via WhatsApp. Maar nee, voor die tijd hebben we er wel uitgebreid over gesproken. Dus dat is helemaal geen probleem of wat ook van mij naar Jesse en ook niet andersom, denk ik. Wat dan belangrijk is, laatste wedstrijd van die winterstop, punten pakken, hè? Ja, daar wilden we vandaag mee beginnen. Maar, ja. Of mee verder gaan. Vorige week ging goed, maar ja... Nou ja, vandaag een puntje was leuk geweest. Was ook wel terecht geweest, denk ik, over de hele wedstrijd. Ondanks natuurlijk dat de WVV meer balbezit had. Maar ja, tegen 10 man is dat wel logisch. Maar de momenten dat wij de bal hadden, deden we het goed. En de momenten dat we de bal niet hadden, deden we het ook goed. Maar ja, dan vandaag geen punten. Dus dan moet het volgende week tegen Noordster en dan tegen GEC. Wie hebben we nog meer? SVBO, Gommers. Ja. Dan moeten we daar... Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Als ik nu de uitslag ook weer hoor, Stadspark wint bij Gommers. Dus iedereen kan van iedereen winnen, lijkt. Ja,